Beste luisteraars, het is weer woensdagmorgen, dus het programma Wist U Dat? En we gaan gelijk beginnen met het gesprek dat we iedere woensdagmorgen hebben in het programma Wist U Dat? Met de heer Belfort. Meneer Belfort, bent u daar? Ja, ik ben er. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraar van Radio Dansman. Vanuit Paramaribo. Ja. Goed, meneer Belfort. Kunt u ons iets vertellen over de huidige politieke situatie in Suriname? Nou, het is bijna hetzelfde, grimmig, tussen de twee partijen. Waarbij de PLA-bob aan de ene kant en de VHP aan de andere kant elkaar openlijk aanvallen. Ten nadele van het volk. Het volk leidt erg onder de situatie. En men blijft in een coalitie, hoewel men eigenlijk elkaar nu niet meer lust. De president is net terug vanuit zijn reis naar Cuba en VN in New York. Ondertussen, pardon, is de situatie zodanig dat er niet eens brandstof is om de dinges, bespuitingswagens, te tanken om dingen te gaan bespuiten. Dingen heerst nu in Suriname. Dingen wordt overgebracht door een meskiet, de dingemeskiet. En de auto's staan in de garage. Er is geen brandstof, er is geen geld om brandstof te kopen. De president reist de hele dag rond. Of regelmatig. Reist de president, de minister van Buitenlandse Zaken, ook alle ministers. En het volk, die leidt. Ja, dingen, zoveel dingen gevallen in Paramaribo, de districten, die keren idem. En men maakt zich niet druk. De vakbonden, die al die tijd stil waren, hebben ultimatum gesteld om de aangepaste BTW-wet niet te laten ingaan. Ja? Op 1 oktober. BTW-wet, wanneer? Dat is pas aangenomen? Ja, het is in september aangenomen. Aangepast. Het was al aangenomen in december vorig jaar. Het is weer naar het parlement gebracht. Aangepast weer. En al die tijd waren de vakbonden muisstil. Nu, na goedkeuring door het parlement, ik dacht bekrachtiging al, komen die vakbonden plotseling ten toneel. Ik vraag me af hoe serieus we deze banden moeten nemen. Want we hebben fel geprotesteerd, althans ik en enkele andere DNA-leden, tegen de BTW-wet, dat het volk verarmd zou worden. En die banden, die waren al die tijd muisstil. In december hebben we fel geprotesteerd. Maar hoe komt het nou? Is het omdat ze misschien niet wisten wat er aan de hand was? Ze wisten, want de wet is niet in één dag behandeld en aangenomen. Maar ik dacht dat bepaalde bonden geleerd zijn aan de coalitiepartijen. Daar zijn voorzitters. En men zegt hier, ja, ze hebben chomin gegeten van de regering, dus dan blijven ze muisstil. En plotseling roeren ze zich. Tijdens de behandeling in december waren ze muisstil. De herziening in september, augustus, september dit jaar, hebben ze nooit van zich laten horen. Plotseling komen ze ten toneel. Dus ik vraag me af of het niet een intuïspel is tussen de vakbonden en de regering. Of dat de vakbonden het menens zijn met het volk. Dus dan dreigen ze op 1 oktober aanstaande in actie, met actie. Maar dat zouden ze al lang moeten doen. Het volk kan echt niet meer. Een liter brandstof is bij kas 50 SRD. Met die BTW-verhoging gaat het boven de 50 SRD komen. Ja? Dus het volk wordt gewoon uitgemergeld door deze regering. En men gaat rustig door. Onlangs is de derde tranche van de IMF-lening overgemaakt. Ietsje meer dan 50 miljoen US dollar.
En de president is dolblij. Hij zegt, dat komt door leiderschap. Ja, moed en leiderschap, terwijl het volk doodgaat. Dus meneer Santokki die niet naar MR zou gaan. Hij had betere opties. Dus je ziet alleen maar leugens worden de wereld ingeholpen. Om aan de macht te komen, heeft hij leugens de wereld ingeholpen. En als je daar zit, dan leidt het volk. Men komt echt niet meer uit. Ik vraag me af hoe de mensen leven. Ja, maar goed. U zegt dus dat in elk geval er een bedrag van 50 miljoen gegeven is. Is er al duidelijkheid op welke manier dat geld besteed zal worden? Nee, dat wordt nooit gezegd. Ja? En we merken er ook niets van. Het volk merkt ook niets ervan, maar gelden worden overgemaakt. Gelden van staatsolie worden ook overgemaakt op de rekening van de regering. Het volk weet niet wat er gaande is. We stellen vragen. Vragen worden niet beantwoord door de regering. Ja? Dus we stellen vragen, kritische vragen. En die worden niet beantwoord. Dus men is gewoon bezig het volk gewoon te verarmen. Ja, maar wat? Maar ik bedoel, ja, ik begreep het eigenlijk niet zo goed. Gelden komen binnen. Er is een begroting. En er is geen duidelijkheid hoe die gelden besteed gaan worden? Wanneer we vragen stellen in het parlement, dat is een van de taken van de parlementariërs, dan worden die vragen niet beantwoord. Of ze worden meegenomen naar de volgende ronde. Afgelopen. Zoveel corruptieschandalen tijdens deze regering. Ja, ook onlangs weer met grond. Ja? En men zit rustig. Gronden van het volk worden gestolen en aan friends and family gegeven. Niets aan de hand. Nou, het is heel jammer wat er gaande is in Suriname op dit moment. Pardon? Heel jammer wat er gaande is in Suriname op dit moment. Ja, ja. De huidige politiek verziekt het hele land. Maar je zou je toch... hebben, moet je geleerd zijn aan een van de politieke partijen. Maar ja, goed. Dan kom je niet aan bod. Ja, friends and family, die worden geaccommodeerd. Maar goed, u bent lid van de ABOP en u heeft ook geen invloed, kennelijk ook, op de hele situatie. Nee, men heeft me al lang aan de kant gezet. Nou, dat men op 9 zetels is gekomen, is men al lang vergeten wie gewerkt heeft om die 9 zetels binnen te halen. En de afspraak was, we zouden voor het volk werken, maar ik zie dat men voor zichzelf en friends en family werkt. En dan luistert men niet meer, men heeft macht. En het volk leidt. Nooit eerder was Suriname zo in zo'n situatie. Als wat nu gaande is in dit land. Het is niet te omschrijven hoe erg de situatie is. Geen medicijnen. Kinderen worden gewoon doorgestuurd. Gratis over, men moet het doorstromen. Kinderen hebben dat niveau niet en zitten in een klas. En ze kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven, maar ze worden doorgestroomd. Doorgestuurd. Of doorstroming heet dat. Het onderwijs wordt gewoon kapot gemaakt. Ja, op dit moment zitten de ouders van leerjaar 10 in, ja, met de handen in het haar. Hun kinderen moeten geplaatst worden, niet alle kinderen zijn geplaatst. Over enkele dagen gaat de school, het nieuwe schooljaar aanvangen. Alleen maar chaos. Ja, ja. En die criminaliteit, hoe zit het daarmee? Dat is een hoofdstuk apart. Ja, dagelijks berovingen. Onlangs zijn er 6 zware criminelen vanuit het cellenhuis van Nieuwhaven ontsnapt. Vanuit de toiletruimte zijn ze ontsnapt, waarvan 1 moordenaar, een Braziliaanse moordenaar is erbij. 4 Brazilianen en 2 Surinamers zijn ontsnapt. En men gaat rustig door. Geen verklaring van de regering, nog van de politie echt als zodanig. Men gaat rustig door. Het volk is gewoon aan haar lot overgelaten. Berovingen, verkrachtingen,
kinderen die dus van huis lopen. Jonge meisjes van huis lopen. Ja? Dat komt nu regelmatig voor. Ja? Meisjes worden meegenomen, in een auto gesleurd, verkracht door een paar mannen en weer op straat gedumpt. Het is bijna Sodom en Gomorra nu in Suriname. Regelmatig berovingen. Ja. Nooit was het zo. Als nu. De huidige situatie is niet om naar huis te schrijven. Maar goed, er moet toch wel wat gebeuren, neem ik aan. Want ik bedoel, we kunnen moeilijk blijven klagen zonder dat er echt beslissingen worden genomen. Wat denkt u dat er gaat gebeuren? Wel, als de regering minus is, moeten ze geld vrijmaken voor justitie, KPS. En dan kunnen ze aan de slag. Maar ik denk dat dat gaat gebeuren. Ze hebben in één keer meer dan 300 agenten uit het korps gehaald om zichzelf te beveiligen. Zelf die stresscommissarissen hebben agenten als veiligheidsman. En de gemeenschap, die is de gebietenhond. Dus ik denk niet dat men zich druk maakt over zaken de gemeenschap rakende op veiligheidsgebied. Ja? Onderwijs kapot, volksgezondheid op zijn gat, veiligheid, dat is niet gegarandeerd. Maar de regeringsautoriteiten, die zijn goed beveiligd. Klaar is het met het volk. Heel erg jammer wat nu gaande is in mooie Sranang. City Sranang. Dit maak ik voor het eerst mee. Zijn er andere onderwerpen die een rol hebben gespeeld de afgelopen dagen? Ja, heb ik al gesproken over die twee illegale airstrip die te Goliath vernietigd zijn geworden door het openbaar ministerie. Regelmatig airstrips. Voor het eerst nooit eerder zoveel airstrip. Illegale airstrip waar je kunt zeggen dat cocaïnehandel daar plaatsvindt. Ja, regelmatig. Twee hebben ze onlangs zogenaamd onklaar gemaakt. En men gaat rustig door. In het Goliath-gebied, daar gebeuren heel veel dingen. Wie heeft het onklaar gemaakt, de regering? Ja, ze stuurt NL erop af met de politie. En dan plaatst men explosieven op die landings, of in de grond op die landingsbaan. En dan worden die explosieven tot ontploffing gebracht. Kraters worden dus in die landingsbaan gecreëerd. En dan heet het, het is onklaar gemaakt. En wij weten dus dat de mannen over machines beschikken om die kraters weer dicht te maken. Dus het is voor broeken weer broeken systeem. Je maakt vandaag kraters, je gaat weg en vervolgens worden die kraters weer gedicht. En dan gaat men rustig verder. In Nederland zelf heeft men onlangs op Schiphol, heb ik begrepen, een hoeveelheid cocaïne en levende vissen. Ja, en water van levende vissen, vloeibare cocaïne onderschept. Dus je ziet, de cocaïnehandel floreert in Suriname en eigenlijk is Suriname een doorvoerland. Ja, internationaal worden we zo aangeschreven. En het is heel jammer, want kom je nou in het buitenland, dan kijkt men je schil aan of je ondergaat een controle van je welste. En de regeringsautoriteiten die zitten rustig, kijken de andere kant uit. Onderschepping in Nederland, niets meer hoor je van die zaak. Bill of loading of van wie die cocaïne is, wie verscheept, van wie de vracht is. Ja, niets hoor je meer, geen aanhoudingen hier. Klaar. En de wereld volgt alles. Dus ja, goed. Het is niet te doen. Ja, maar goed, ik bedoel, het verbaast me elke keer weer als ik met u praat, dat het parlement daar niks aan kan doen en dat er zo weinig kritiek komt vanuit het parlement. Nou, maar er is genoeg kritiek, maar de regering die schuift de kritiek vanuit het parlement van zich af.
En dan heet het, ja, men gaat rustig verder. Er is kritiek vanuit het parlement, en genoeg ook. Maar ook de bevolking hoor je dus, ja, die zie je niet meer op straat, als het ware. Nee, ze hebben het volk vrees ingeboezemd. Diverse actieleiders opgepakt, opgesloten, en de rest is dan bang geworden, toch? Dus dat heeft men gedaan. Politie erop afgestuurd, ook breedgeweld toegepast en een aantal van ze achter slot en grendel geplaatst. Ze zijn weer vrijgekomen, maar de schrik zit bij hen. Echt waar. Even teruggaan naar, naar de reis van de president naar Cuba, heb ik begrepen, en naar de Verenigde Staten van Amerika. Wat is de vraag? Mijn vraag is in feite van, heeft, ja, die vraag heb ik eigenlijk al gesteld, of hij gezegd heeft wat hij allemaal gaat doen daar en wat Suriname daaraan heeft. Want ik neem aan dat hij denkt dat hij daar misschien aan middelen kan komen of wat dan ook. Hij probeert natuurlijk de buitenlandse leiders om de tuin te leiden. In Cuba was het een zogenaamde klimaatconferentie. En in Vianney is gesproken over, ja, hij doet alles eraan om rondhout-export, vernietiging van flora en fauna tegen te gaan. En een aantal dingen nog gezegd. Maar mijn issue was daar excuses en herstelbetaling van slavernijverleden. De Guyanese president heeft daarover gesproken. Ik dacht ook meneer Macron, die heeft gezegd dus dat hij ja, zijn Franse leger uit de Afrikaanse landen zal doen terugkeren naar Frankrijk en een aantal andere dingen. Mevrouw Mia Mott, die van Barbados, heeft een heel goede speech gehouden. Maar van onze president, die heeft geen woord gerept over herstelbetaling enzovoorts. Maar hij probeerde in aanloop naar de excuses van koning Willem-Alexander, heeft meneer Santokki hemel en aarde bewogen om te praten over koloniaal verleden. En dat is van de baan. Dus hij praat niet meer over slavernijverleden. We hebben hier de grootste bevolkingsgroep in Suriname, zijn de nazaten van de tot slaafgemaakte. En er zijn diverse meetings in CARICOM-verband. CARICOM met Afrika. Suriname is nooit gegaan. Ja. Er is een Afrika Exim Bank die wil komen opereren in het Caribisch gebied. Meneer Santokki praat niet eens daarover. En de meeste Afrikaanse landen zijn lid van de African Exim Bank. En ze willen de landen in het Caribisch gebied financiële steun bieden. Maar meneer Santokki praat nimmer daarover. Ja, ja. Dus je ziet, hij kiest bewust voor andere onderwerpen. En mevrouw Mia Mottley van Barbados, die heeft een filiaal van de Africa Exim Bank geopend in Barbados. Waarom hier niet in Suriname? Nooit rept meneer Santokki over Afrika. De Africa Exim Bank, de summits die gehouden worden, CARICOM Africa Summit, nooit is Suriname vertegenwoordigd. Volgende dingen. Maar goed, in elk geval, ik zou zeggen van ja, er is een aap in de regering die zou dat soort onderwerpen aan de orde kunnen stellen. Oh, die is tevreden met de dingen die ze hebben gehad voor zichzelf. En ze accommoderen voor SF, maar die ze kijken niet naar het grotere belang van de samenleving. Goed, ja, ik bedoel, als er zijn geen mogelijkheden, merk ik, om zaken te veranderen in Suriname. Ik heb eigenlijk niet zoveel meer te vragen hierover. Is er nog iets wat u nog wilde zeggen? Ja, er is altijd een mogelijkheid, en dat is ja, algehele vrije en geheime verkiezingen. Over pakweg 19 maanden na nu zullen de verkiezingen gehouden worden. We staan dus aan de vooravond van de verkiezingen.
En ik wil de mensen oproepen om het hoofd niet te laten zakken. Wat nu gaat gebeuren, is dat deze regeringspartij, of de regeringspartijen, zullen gaan in de wijken, in de verschillende buurten met spiegeltjes en kraaltjes, pakketjes, zittenpraatjes. Ik wil het Surinaams volk oproepen, verzoeken, om niet te trappen in de verleidende toespraken van deze mensen. En rigoureus nee te zeggen tegen hun bij de verkiezingen. Deze partijen verenigd in de regering moet de samenleving massaal afwijzen. De zaken van de nieuwe organisatie, onder coördinatie van meneer minister Dr. Anders Guillermo Samson, die zijn uiteindelijk op het kabinet van de president beland. Het is even afwachten wanneer hij gaat tekenen, maar ze zijn uiteindelijk daar. Dat is het laatste nieuws wat ik heb vernomen. We hopen dat de president snel tekent en dan heeft de nieuwe organisatie daar gestart. En dan gaat men alles uit de doeken doen wat men gaat doen en hoe Suriname uit deze situatie kan geraken. Laten we de moed niet opgeven, maar nieuwe hoop. Ja, met nieuwe leiders. Ja, om Suriname uit deze ellendige situatie te halen. Dat wil ik u zeggen. En God ons de mogelijkheid bieden. Ja, maar nooit meer op de oude politiek gaan stemmen. Anders is Suriname verloren. Goed, het duurt wel lang voordat die meneer zijn handtekening zet onder die organisatie. Ja. Dus we moeten maar afwachten. Maar goed, bedankt voor het gesprek dat we hebben gehad. We merken dat er niet veel verandering komt in Suriname en dat de onderwerpen min of meer ook hetzelfde zijn, want het blijft allemaal hetzelfde. Geen lichtpunten. Dat vind ik best wel jammer. En ik denk dat een heleboel mensen die daarnaar luisteren dat ook jammer vinden. Ja, ja. Ik ook. Maar is de realiteit. Dus ik heb niets anders te zeggen dan wat er gaande is in het land. Ja, ja. Nogmaals, meneer Belver, heel hartelijk dank en een hele fijne dag verder toegewenst. Ja, ook dank de gelegenheid voor het en tot thuis.